Alleen, we gaan nu op bezoek bij? Soeray Ruimtjas. Die heeft van de week zijn enkel of been gebroken, ik weet niet, bij Scheveningen. En dat was natuurlijk heel veel pech voor Soeray. Ja, ik hoorde dat het uiteindelijk is het toch uit de kom geschoten. Het was niet gebroken. Maar ze hebben, omdat ik ook ergens last had, moest een been moest rechtgezet worden. Maar dat was het punt dat uit de kom geschoten was, die enkel. Maar ja, de banden en zo, denk ik. Ja, maar hij zit wel in het gips. Want ik heb vanmorgen heel kort gesproken. Dus we gaan het zo horen. Blijf je wel even rustig. Ik ga je een paar dingen zeggen en dan moet je dat even doen. Hij zegt, ja, je moet naar Soeray ophalen bij SVC. Hè? Bij Scheveningen. En toen zegt hij zo, ja, want zijn enkel is volgens mij gebroken. Ja, ik was wel blij dat zij blijft maar rustig. Ja. Dus ik leg neer, ik loop een beetje heen en weer. Ik zeg tegen hem, ja, ik ga weg. Ik moet... Met voetbal. Soeray ophalen, zijn enkel is gebroken, dus ik loop gewoon weg. Zonder verder. En mijn broer achter me aan, zo van, ja, moet ik met je mee? Ik zeg, je doet maar, ik kan mij nog schelen wat je doet, weet je. Ik ga er naartoe nu. Dus hij ook erachteraan, hij bij mij, maar ik was blij dat hij mee was gegaan. Ja. Dus hij is in de ambulance gegaan, want ik moest nog even bijkomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je erbij bent, dan schrik je ook. Ja, dan... en ik volgens mij dat stuk zou ik, ja, net, ik was, wilde ik denk ik niet zien. Nee, maar ik bedoel, dan zie je iets gebeuren en dan denk je, oh. Maar ja, want misschien kan je zelf vertellen hoe het gebeurd is. U was niet in de ambulance, hè? Nee, was ik hoorde al niet hem. Ja. Ik hoorde hem alleen, maar ik zag hem niet echt. Ik was iemand dan. Ja. Maar wat is er precies gebeurd? Ja, ik was aan het voetbal, zeg maar. En ik was zeg maar midden in een kopduel. Maar ik landde verkeerd en mijn been ging echt zo. Oh, sorry. Ja. En ik dacht, ik raakte helemaal paniek en ik had echt heel erg pijn. Ja. En toen lag ik dus zeg maar op grond. En ik kwam eigenlijk best vaag in wat er toen al gebeurde. Ja, want het was kunstgas. Ja, dus, niet echt van die pollen of verkeerde velden. Maar je klapt echt dubbel met neerkomen. Ja. Dat was de pech eigenlijk. Dat net. Was de pech. Ja. Goed door je enkel, maar het was uit de kom geschoten, hoor ik. Hè? Ja, het was echt helemaal. Het leek alsof hij gebroken was, zeg maar. Ja, dat was de eerste. Kwamen ze mee aan, dat verhaal, dat hij gebroken zou zijn. Dat deed echt pijn. Ja, maar hij lag er ook echt uit, hè? Ja. Ja. Omdat het ernaast lag, natuurlijk. Omdat het uit. Ja, als ik er ook aan denk, dan voel ik me pijn erop. Ja. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord, een enkel uit de kom. Nee, wel arm uit de kom natuurlijk en zo, niet. Maar een enkel. Maar goed, je banden, dat moeten ze nog afwachten of dat beschadigd is. Ja. Dat moet nog 6 weken of zo in het gips zitten daarvoor. Ja. Maar het zit nu... gaan ze pas kijken. Volgende week gaan ze kijken of het opnieuw foto's maken en zo. Het gips eraf halen, kijken hoe het allemaal is en zo. Maar goed, als je in het gips kon, want meestal was het toch een zwelling, neem ik aan. Ja, ik denk het wel. Als ik hem zo een klein beetje beweeg, dan voel ik het wel een zwelling. Ja. Maar dat hoor je ook nog wel eens, dat als het een zwelling is, dat ze het nog niet in het gips kunnen zetten. Nee. Maar hebben ze het gips opengelaten of is het helemaal dicht? De bovenkant, kan je zo voelen, is een beetje, zeg maar, een beetje zacht. Maar de onderkant is wel hard. Nee, meestal laten ze hier dan een stukje open om die zwelling... Maar de zwelling is echt volgens mij aan de zijkant. Maar je lag er al die tijd op het veld, dat duurde wel lang zeker. Ja, ik dacht dat ik maar 10 minuten er lag, maar... Een half uur heb ik begrepen. Ja, weet je, maar... Ik denk wel 10 minuten, maar... Dan hopen maar dat het verder meevalt. Ja. Nou, ik hoop niet dat het te erg is, want... Ja, mijn neef zegt dat ik een jaar niet meer kan voetballen, ik hoop niet. Nou ja, ik denk dit seizoen niet meer. Dat zou ik zo niet meer doen. Nee. Heb je nu nog veel pijn, of niet? Ja, als ik voel nu gewoon pijn wel, maar als ik er niet op let, dan valt het me mee. Oké, nou gelukkig maar.
dat ik ook gewoon paracetamol, dan voel je het veel minder. Oké, ja. En je moeder is gelijk verpleegster geworden, hè? Dat ben ik altijd al. Nou, ben je altijd al. Ik bedoel, hier in dit huis. Als zij wat hebben, dan nu... ik mag niks hebben, maar zij hebben altijd wel iets. Ze gewoon de ruimte halen dan. Ja, hoor. Dat is wel leuk. Elf voetbal en de gouden voetbaljaar. Ik vind toch maar iets van voetbal. Leuk, joh. Ja, daarom. Nou, dan ga je dat goed lezen. En dan, als je het uit hebt, moet je even bellen en dan gaan we je overhoren. Ja? Ja. Toch wel. Ja. Dan weet ik dat die de hersens toch werken. Ja. Nou, met anders. Ja, je lacht er maar. Maar er waren nog wat mensen bij, hè, die in je directe omgeving. Robin, de trainer. En Robert, dacht ik maar. Ja, Robert ook. En... ik dacht vader van Martin en ook een paar mensen van Scheveningen ook. Die gingen me ook helpen. Scheidsrechter en veel ouders volgens mij ook. Oké. Ik hoorde ook een moeder praten, als ik me het goed kan herinneren. Ja. Een vrouwelijke stem. Ja. En de heer Markering. Je hebt wel een uitstraling van een arts, toch? Ja. Dacht ik wel, hè? Ja. Ja. Hij heeft ook in het verleden, nee, dat heeft hij mij verteld, een LOB-cursus gevolgd. Amateurarts. Ja. Dus die heeft goed werk gedaan, dat heb ik hier en daar gelezen. Oh, hij ondersteunde me goed en zo. Ja. Ja. Maar wat je zegt, ook meerdere, zelfs spelers van het eerste van Scheveningen, heb ik begrepen. Ja, die hielp ook. Ja, ja. Dus, en verder, veel reacties hier nog binnengekregen? Ja, op mijn telefoon. Ja? Ja. Van wie? Een paar belletjes van Bart, van teamgenoot van mij, zoals Stern, Joshua en ook veel ouders. Oké. SMS'jes? Ja, SMS'jes ook, ja. Ze moeten niet bellen, hè, want je zit maar achter die tv, hè? Ja. En dan word je gestoord met je spelletjes, toch? Ja, precies. Okay. Gewoon rustig PlayStation. Ja, en ik wil nog iedereen bedanken voor al het hulp. Dus en succes met de toekomende wedstrijden. Nou, wij sterkte er nog mee. Ja. En hopen dat je gauw weer te zien met een beetje loopgips. Ja, precies. Ja. Oké, nou, Soerij... heel veel plezier erbij, hè? Ja, dankjewel. Ja, ik wist niet wat ik moest. Ik heb maar wat meegegeven. Nou, dit gaan we geven aan Robert en Robin natuurlijk. Hè. Ja. Die hebben het meeste gedaan. En wat zeg je dan? Helemaal goed. Wat zeg je dan? Wat zeg ik dan? Ja? Merci. Merci. Heel goed.